Het is 4:10 bij de rechtbank in Utrecht. Ik heb een zitting gehad van bijna 2 uur met de Centrale Raad van Beroep. En ja, mijn tegenstander was een advocaat van die namens de minister de praat. En een gevangenisdirecteur van het PPC in Scheveningen. En ja, het wel eens niet een spelletje ging ook weer hier in deze zittingzaal door. Ik betwist hun uitlatingen. En zij zeggen van Plug is degene. Plug is terecht ontslagen vanwege verstoorde verhoudingen. Waar ik heel blij mee ben is dat 3 getuigen voor mij een boekje hebben opengedaan van hoe ging het er eigenlijk aan toe in 2017, 18, 19 en 20 na mijn ontslag. Hoe ging het er daar aan toe? Dat hebben die raadsheren nu gehoord. En ik hoop dat dat ertoe bijdraagt dat de uitspraak van de Haagse rechtbank vernietigd wordt. Want het was een teringzooi op het Haagse Scheveningse gevangeniscomplex. Het belangrijkste gevangeniscomplex ter wereld. Omdat er ook de VN en ICC-gevangenis zit. En de directie die hebben echt een soort terreurbewind, angst, afrekenen en doofpotcultuur gecreëerd en in stand gehouden. En een van die directeuren, ja, die gaat natuurlijk ook mooi weerspelen hier binnen. Maar ja, hij is betrokken bij het afdekken, en dat blijf ik volhouden, bij het afdekken van zeer ernstige ambtsmisdrijven. En dat dient te worden aangepakt. Ik heb gezegd, ik wil weer opnieuw beginnen bij justitie. En dan wil ik eigenlijk gewoon op de 36e etage beginnen. En dan veeg ik alle corrupte, rotte appels, die gaan de tent uit. En die moeten aangepakt worden, dat wil zeggen strafrechtelijk vervolgd worden. En dat zijn meestal de mensen van schaal 9 tot en met 19 of 18, 19. Ja, want die hebben het in stand gehouden. En ze hebben de mensen en de patiënten van het belangrijkste complex ter wereld in de steek gelaten. En dat moet eens een keer stop. Dat is belangrijk werk wat daar gebeurt. En elke baan heeft er wat, maar ik heb dat werk gedaan. En ja, ik zou graag bij het bestrijden van de corruptie van justitie en VWS, daar zou ik graag mee willen beginnen. Nu! Dus ja, wie weet gaat er gebeuren. Justitie is heel machtig natuurlijk. En over 6 weken is de uitspraak. Bedankt voor het kijken. Ja, zoals gezegd, meneer Plug heeft u aangemeld. Dat betekent dat ik graag eerst wil weten wie u bent. Dat wil zeggen uw volledige naam en uw woonplaats. Dan begin ik bij u, mevrouw. Ik ben verpleegkundige in het Justitieel Centrum voor Somatiezorg. Dus een ex-collega van Huig. Ja. U werkt nog steeds daar? Ik werk nog steeds daar, ja, al 18 jaar. En u bent? Ik ben meneer en ik ben PIW, ook oud-collega van Haagvloeg. Ook in het JCVZ in Nieuwerf. Ja. En ook u bent nu nog? Ik ben nu nog PIW, ja. En dan bent u? En ik ben werkzaam in hetzelfde complex, al bijna 38 jaar. Het zal u duidelijk zijn dat u geacht wordt de waarheid en niets dan de waarheid te zeggen als u antwoorden op vragen geeft. Voor uw informatie, deze zaak handelt over het eervol ontslag van meneer Plug in zaken van vertrouwensbreuk. En meneer Plug zal u vragen om antwoorden te geven op zijn vragen. Meneer Plug. Ja. Oké, nou ik. Het afgelopen uur heeft de tegenpartij een advocaat duidelijk gemaakt, zeg maar, aan de raadsheren van de Centrale Raad van Beroep. Van ja, zij gaan zitten op. Er was sprake van verstoorde verhoudingen. En Plug de toon van de meldingen. Hij was heel direct of niet diplomatiek. Maar Plug is terecht, dat is wat DEI beweert, NVA. Plug is terecht ontslagen op basis van verstoorde verhoudingen. We kwamen niet nader tot elkaar. Als ik even één voor één dan mag vragen. Ik moet even duidelijk maken. En hebben voor mij een schriftelijke verklaring gemaakt. Ja. En dat is 2-3 jaar geleden. Maar hoe zien jullie het? Het gaat eigenlijk om 2017, 18, 19. Tot mijn ontslag. Tot ik daar nog werkte. Hoe was de sfeer? Mag ik dat wel vragen, toch? Hoe is dat? Hoe was dat daar? Zou je zeggen van, ben ik dan schuldig in het verhaal of zoiets? Hoe zie je dat? Nou ja, ja, wat ik weet uit die periode is dat er heel veel speelde. En dat er vooral met leidinggevenden veel problemen aan de hand waren. En eigenlijk naar aanleiding van een bijeenkomst die er geweest is,
waar jij toen naar de hand een verslag van hebt gemaakt, want dat verslag kwam maar niet. Wij wilden ook graag dat verslag als verpleegkundige lezen, want wij hadden ook problemen met onze leidinggevende. En eigenlijk zijn we één team, maar ja, voor sommige delen worden er wel aparte vergaderingen gehouden. En wij wilden ook graag lezen wat er was en dat verslag kwam maar niet. En toen op een gegeven moment, nou volgens mij een paar zeven weken na de meeting. Nou, ja. Zoveel weet ik dan niet, maar weken daarna heb jij toen een verslag gemaakt. En toen, omdat jij dat verslag zelf hebt gemaakt, ben jij eigenlijk eruit geschorst, of weet ik hoe dat genoemd werd. Terwijl wij juist eigenlijk blij waren dat we eindelijk konden zien wat er bij jullie besproken was. Omdat wij ook dingen aan wilden snijden, omdat wij ons niet veilig voelden en omdat er een angstcultuur heerste. En ik zelf heb daar ook nog met andere collega's, verpleegkundigen en zelfs met artsen en directeur zorg, hebben we nog verdere stappen ondernomen naar inspectie, justitie en veiligheid. En hoe heet het? Inspectie, gezondheidszorg, IGJ. Ja, dat is een heel lang traject allemaal geweest en daar hebben we heel veel dingen aangekaart en besproken. Dus het was een hele roerige periode met heel veel problemen. En die zaken die hij aangekaart heeft bij de inspecties, heeft u daar ook terugkoppeling van gekregen? Ja, daar hebben we heel veel we hebben gesprekken gehad, maar dat is ook een soort van heel langdurig traject geweest. Dat heeft zich heel erg uitgerekt. Dan kregen we weer niks te horen. Dan vroegen we weer, zijn er weer geen verslagen gemaakt van de gesprekken die we gehad hebben. Dat is ook allemaal op een hele nare manier gegaan eigenlijk. En daar hebben wij ons ook heel erg geïntimideerd door gevoeld. Omdat we niet het idee hadden, we wilden het probleem oplossen. Hè? Dat was eigenlijk alleen, we willen gewoon prettig werken. Toch? Dat is eigenlijk het enige wat je wil. We willen prettig werken met elkaar, met onze leidinggevende. En dat hebben we geprobeerd bespreekbaar te maken. En dat is gewoon toen niet gelukt. En eigenlijk was jij de aanzet dat toen ook de inspectie in huis is gekomen en vragen heeft gesteld. Dat kwam door mij. Dat is door jou, ja. En toen heeft de inspectie Veiligheid en Justitie een oproep gedaan van: als jullie je niet veilig voelen om op de werkvloer dingen te vertellen, mail ons dan en kom naar ons toe. Want de gesprekken die op de werkvloer plaatsvinden, daar liepen de leidinggevende van de verpleegkundigen liepen mee. Dus wij voelden ons ook niet veilig om dan op dat moment te zeggen wat er speelde. Dus toen hebben we mails gestuurd en konden we met dus collega's, tien man zijn er geweest van de ongeveer 25, 30 collega's van de verpleegkundigen dan. Dus dat is best een groot aantal eigenlijk. Dus, en voor hem, ja, en nog andere collega's ook, hebben het idee dat er een soort verstoorde werksituatie. Ja, het was een, op het hele werk was een heerste een verstoorde werksituatie voor zoveel collega's. Voor zoveel. Spanning, explosie. Als jij als ik het mag toelichten, zij zegt het woord, je voelt je niet veilig. Als je als personeel niet eens veilig voelt op de werkvloer, in het enige gevangenziekenhuis van Nederland. Ik wil even duiding geven aan, zij is een verpleegkundige. Zij ging ook meldingen doen bij de inspectie JNV. Ik ben ontslagen op 15 december 2019. En 8 januari 2020 kwam het rapport van de inspectie JNV uit. Dat bleek een brief te zijn van 4 A4'tjes. En ze hebben 8 maanden onderzoek gedaan. Maar ja, toen kwam de brief naar buiten. Mijn naam staat in die brief. En ik neem aan, jij als melder, jullie zagen toch niet, jullie zeggen onze meldingen zitten er niet in, toch? Nee, precies. Onze meldingen zaten er niet in. En uiteindelijk hebben wij ook een klacht ingediend tegen wat er allemaal gezegd wordt. Want dat klopte gewoon. Tegen de inspectie? Ja, tegen de inspectie. Dat heeft ook de krant gehaald. En ja, ik bedoel, verstoren verhoudingen. Het was de directie had het gewoon niet in de hand. En ik weiger, ik vind het gewoon een maskerade om hier te zeggen van Plug is verantwoordelijk voor de verstoren verhoudingen. Het management en de kader waren niet in staat om leiding te geven. Excuses daarvoor, ik moet het wel zeggen. Dank je. Want ja, jij hebt al geschreven, je vindt het oneerlijk. Ik vind het heel wat dat ze deze stap durven maken. Omdat het voelt best wel ook weer wederom best intimiderend natuurlijk. Als er ook iemand is van waar we nog mee werken op de werkvloer, voel ik, ik krijg gewoon weer een beetje hartklopping van. Voelt het best intimiderend om zulke soort dingen te zeggen, omdat
wij eigenlijk ook heel veel anoniem gedaan hebben, omdat we ons niet veilig voelden. Met dus mijn collega verpleegkundige en de artsen die er geweest zijn en een directeur zorg die ook daar zijn verhaal heeft gedaan. De hoogste medische man heeft meldingen gedaan. En die heeft 2 weken na mijn eervol ontslag heeft hij zijn sleutelbos ingeleverd en die heeft gezegd van nou, ik kan hier niet meer, dit is onhoudbaar. Die is weggegaan. Justitie doet. Zijn er de afgelopen, moet ik even kijken, vanaf 2000, maar zijn echt bijna het hele team verpleegkundigen, zijn iets van 21 man zorgpersoneel, zijn er weg. Van de jaren ervoor, nou ik werk al 18 jaar, de jaren ervoor, nou hadden wij zelden wisseling van personeel. Ik bleef heel lang dezelfde personeelsleden werken, omdat dat gewoon heel prettige plek is om te werken. Oké. Ik heb bereid gevonden om mee te gaan. Was van januari 2018 tot 15 maart 2019 in mijn nabijheid in de gesprekken met het hoofdkantoor. Ik ben bij alle gesprekken aanwezig geweest. Bleef altijd aan het werk op de werkvloer, maar jij voelde toch ook wel eens af en toe een druk? Jij bent toch ook wel eens tijdens verkoevering, je ging jou een keer zelf benaderen? Hoe kan je dat? Ja, in die tijd, maar goed, dat gaf mijn collega al het was een hele onrustige tijd en ik had een beetje het gevoel dat er een cultuurverandering plaats moest vinden. En op zich is dat helemaal niet erg, alleen hoe dat ingezet is, ja, daar heb ik wel mijn vraagtekens bij. Het is best op een vervelende manier gegaan. Waar Huig nu op doelt is, op een gegeven moment had ik anoniem, zijn we naar de vertrouwenspersoon van het departement gegaan. Om te zeggen van joh, wat moeten we nu, weet je, we moeten niet met elkaar aan tafel gaan zitten om dit uit te klaren, want dit wordt strijd en dit gaat niet lekker lopen. En dat is anoniem geweest. En na een aantal van die sessies en gesprekken werd ik uiteindelijk afgebeld door mijn toenmalige directeur, die mij afbelde, zal maar zeggen, dat de vergadering of het overleg niet door zou gaan. Dat was iets van ja, mijn naam is bekend, mijn nummer is bekend bij het departement, iedereen weet. Die kan me zo benaderen en dan word ik door degene, de tegenpartij, afgebeld. Maar dat zijn intimiderende situaties. Dus ja, dat is waar denk ik Huig nu op doel. Ja, de sfeer, het niet veilig voelen. En ik heb ook gezegd tegen de raadsheren, van de gesprekken die wij op het hoofdkantoor hadden, gingen wij altijd in, en ook met de vertrouwenspersonen van, wij willen de boel veranderen, ten goede keren. Nee, maar goed, daar sluit ik me aan bij. Huig heeft met de beste intenties toen de tijd een vergadering georganiseerd samen met een oud, of tenminste een collega OR-lid. En daar zat bijna het hele personeel van de TUW'ers bij. Daar is emotioneel gereageerd, er werd zelfs gehuild over de situatie en iedereen had de beste intenties. En daar zou een verslag van gemaakt worden inderdaad. Er zou zelfs een notulist bij zitten, dat staat volgens mij ook allemaal beschreven, want er zijn mailwisselingen over geweest. Dat is niet gebeurd en naar aanleiding van dat er geen notulen was gemaakt, waar na de vergadering meerdere malen om gevraagd werd. Maar goh, kunnen we dat? Dat is niet gebeurd. Hij heeft Huig ervoor gekozen en zegt, nou dan maak ik een klein verslagje voor mezelf. Dat ik dat wel even rond kan sturen aan iedereen of iedereen zich erin kan vinden. Weet je, oh, hoe die dat ervaren heeft. Nou, dat is gebeurd en ik ervaar het ook zo dat dat de eerste stap was. Voor mij dat Huig getriggerd werd om de focus ligt op Huig. En dan wordt het lastig en in plaats van met elkaar op tafel te gaan zitten, werd er strijd gevoerd. En zo heb ik ook mijn voormalige plaatsvervangende directeur echt altijd ervaren. Ik heb meerdere situaties meegemaakt. Iemand die zat altijd in de strijd, die keek niet naar oplossingen, maar die was aan het strijden. En dat creëerde een angstcultuur. Collega's die zich ziek melden en dus gewoon niet meer naar de werkvloer durfden, nou, hoe vervelend is dat? En dat was geen leuke periode om hier verder uit te voeren. Inmiddels klinkt heel negatief, inmiddels is het weer prima te doen, hoor. De zaak is wel verbeterd. Nou ja, de insteek die er toen gemaakt is, en ik snap de insteek van de inrichting wel, dat je denkt van nee, die cultuur, dat moet wat aan gebeuren, hè? Dat sluit ik me zelfs bij aan. Alleen de manier waarop het gebeurd is en dat daar mensen voor geslachtofferd zijn, ja, dat vind ik geen manier van. En ik vind ook als werkgever heb je een zorgplicht aan je personeel toe. Dat is zeker niet gebeurd. En als ik nog een vraag mag stellen, we zijn 2 keer met gesprek geweest op het hoofdkantoor. Ja. En toen hebben jullie, de andere 2 en jij, hebben ook nog gezegd van meneer
Kan je het bevestigen toch? U kunt zorgen dat Huig niet ontslagen wordt. Dat ik gewoon eigenlijk weer aan het werk zou kunnen, toch? Ja, maar dat was ook de insteek. En dat heeft de mijn collega, die is hier nu niet bij. En ik heb daar ook bij gezeten. Dat was wel, dat kan ik bevestigen. Ja. Vonden jullie het nou, want de werkgever is van mening dat ik een gevaar was, zeg maar, op de werkvloer. Vonden jullie dat ook zo? Of, Ik denk dat je een hele betrokken en zorgzame PJW'er altijd bent geweest. De meest integere die ik gekend heb in die bijna 38 jaar. Maar in ieder geval altijd de beste intenties. Ja. Ja, precies. Ik denk dat hij geslachtofferd is omdat hij heeft durven praten. Ja. En dat durven dan heel veel niet. Ja. Hij trok zijn mond open en dat, dat heeft hij met zijn ontslag moeten betalen. Zo zie ik het. Ja, nou dat raakt mij. En ik heb, dat hoeven ze niet te zeggen. En omdat we, kijk, dit, de rechtspraak is ook een onderdeel van justitie. En ik zeg, ik ben niet om alleen mijn vingertjes te gaan wijzen, maar ik ben echt op een afschuwelijke manier behandeld. En dat wens ik niemand toe. En ik zeg, we hebben constant te maken met verdraaiingen. Want daar hebben we mee te maken, met verdraaiingen. En daar kunnen jullie ook beamen, toch? Wat gebeurt er nou weer? Als er dus alle artsen zijn opgestapt, toch? JCVZ-artsen? Ja. Allemaal door problemen met directie, door problemen met meerdere collega's die geslachtofferd zijn. Ze konden er niet meer tegen en dat is de cultuur. En er gebeuren nog steeds. Het is jammer, want ik zeg het al, had om de tafel gezeten van kom op, we gaan het oplossen. Maar ze hebben voor iets anders gekozen. En met behulp, zo kijk ik ernaar, met behulp van allerlei ambtenaren en advocaten in een fabriek uit het Beatrixpark bij de Laan van Nieuw-Oost-Indië. Ja, zijn die allemaal op mijn pad gekomen en ik heb een lijn gezien en ik denk verrek joh. En meneer laat nooit zien dat hij op het Beatrixpark, sorry voor het wijzen, op het Beatrixpark als meneer dan hoort hij uit hoofden van zijn functie te zetten van advocaat daar werkt hij onder, maar dat doet hij er ook nooit onder. Ik heb van iemand anders begrepen dat helemaal niet hoort en dat het eigenlijk beklagwaardig is. Maar ik dank in ieder geval, het gaat mij erom, ze hoeven mij niet een uur te praten, maar ik had de beste intenties. Altijd voor de gedetineerden. En de gedetineerden, met name moslimgedetineerden, werden structureel lastiggevallen door afdelingshoofd. En dat waren weerloze mensen. Een verlamde, een teruggekeerde jihadiste en een Marokkaanse TBS-patiënten. En daar heeft justitie en DI nooit over gesproken. Ze zeiden altijd, het was een vruchtbare bijeenkomst. Dat was toch niet zo'n reden. Nee. Ze hebben nooit over de. Ze zijn meesters in het verdraaien van de focus op iets anders. We gaan het niet over het flesje hebben. Nou, we hebben zelfs ook vergaderingen gehad waarin wij dan wilden aangeven ook dat er een angstcultuur was. En daarna werden de mensen op het matje geroepen wie er bij de vergadering aanwezig waren. Van, heb jij gezegd dat er een angstcultuur is? Meen je dat nog steeds of neem je dat terug? Uiteindelijk is er maar één iemand geweest die heeft gezegd, nee, ik neem het niet terug. De rest heeft het allemaal teruggenomen. Het is uit de vergadering gehaald. Want wij wilden ook gewoon in vergaderingen dat bespreken met elkaar. Een angstcultuur binnen justitie op onze werkvloer is heel gevaarlijk. Want wij moeten ons veilig voelen allemaal bij elkaar. Hè? We hebben best wel, nou, best gevaarlijk werk. Ik bedoel, ik ben verpleegkundige, ik word wel beschermd door PIW'ers, maar je gaat wel met heftige patiëntencategorie om. Je moet je en als je dan al niet veilig voelt bij je eigen leidinggevende en je probeert dat op de een of andere manier. Nou, en dat is eigenlijk, wij voelen ons ook de mond gesnoerd omdat hij heeft durven spreken en hij heeft dingen op durven pakken. En wij voelden ons daar eigenlijk alleen maar, doordat het met hem zo gelopen is, voelden wij ons daar echt heel erg geïntimideerd door. Je houdt je mond, maar je zegt maar niks meer. En, dat is natuurlijk niet een gezonde werksfeer, cultuur. Je moet je voorstellen dat er gewoon natuurlijk waren waar de leiding het niet mee eens was. En die moesten keer op keer worden aangepast totdat de leiding vond dat dat een kloppend notule was. Ja. Nou ja, dan kunt u zich een beetje voorstellen hoe het werkt en als personeel zo weer rondloopt. Ja, ik vind het zelf heel goedkoop om dan mij te slachtofferen en op basis dan kenbaar maken aan u als raadsheren van de toon. En hij was zo brutaal en het lag niet aan de melding, maar het is de verstoorde verhoudingen. Justitie heeft het verschrikkelijk aangepakt. Ze hebben het hele complex, ze hebben het gewoon niet in de hand gehad. En ja, als de directie steeds maar wel zeggen van het is wel zo, ja. Ja.
Mag ik daar nog één ding aan toevoegen? Kijk, je moet je voorstellen, als je natuurlijk in een situatie komt hè, waar Huik van op een gegeven moment in zit, dat doet wat met een persoon. Hè? Dat doet wat met van binnen en daardoor kan je kijken naar het traject daarna. Maar het gaat vooral om wat er gebeurde bij de voordeur. Van God, wat er was naar de aanleiding tot. Ik kan me best voorstellen dat je dan inderdaad misschien stappen neemt die niet meer helemaal goed zijn. Of dat je denkt van nou ja goed, hè, daar kan je dan vraagtekens bij zetten. Maar dat is eigenlijk wat je creëert door zo met je personeel om te gaan. En hem zo schaakmat te zetten. Ja, dan kunnen mensen wel eens rare bewegingen maken. En in plaats van dan met elkaar aan tafel te gaan zitten. Hè, van joh, hoe verder en hoe kunnen we dit met elkaar. Ja, word je eigenlijk geslachtofferd. En dat vind ik ook wel een hele goed, dank als ik nog vraag. Ja, acht jij je nog in staat. Zie jij het nog voor je dat ik bij justitie kan werken? Welke functie dan ook? Of ik dat jou bij justitie zou kunnen. Ik heb je altijd als een hele prettige, betrokken, zorgzame collega gezien. Binnen het justitie gebeuren. Ik wil niet zeggen dat wil ik horen, maar dit komt gewoon uit hun hart. En ik zeg het, ik wil hier ook geen potje gaan zitten janken. Maar ik wilde gewoon. Ik heb dit helemaal niet gewild. Ik heb dit niet gewild. En ik was gewoon aan het werken. Dat was geen of topwerk. Ik heb nooit ambities gehad. En ik moest daar werken. En ik heb dit maar moeten ondergaan. Maar ja, ik pikte het niet. En dus ik 5 jaar later hier in Utrecht. Terwijl ik liever op strand had gelopen. Maar dit terzijde. Ik heb nog iets op papier. Ik ben in ieder geval blij met de steun van mijn oud-collega's. Die nog steeds werkzaam zijn op de werkvloer. En ik hoop dat er een beetje duiding is van, nou ja, wat is er nou precies eigenlijk gebeurd? Hoe zit dat nou? Goed. Dank u wel. Ik heb toch een inleiding. Ik wist niet hoe deze procedure zou gaan. Dus ik zeg, vandaag zit ik voor 3 raadsheren van de Centrale Raad van Beroep. U gaat oordelen of beoordelen of ik als klokkenluider terecht of onterecht eervol ben ontslagen. Of ik als klokkenluider terecht of onterecht ben ontslagen. Laat dat eens op je inwerken. Een klokkenluider of melder van misstanden mag helemaal niet benadeeld worden. Hij of zij dient beschermd te worden. Ik ben de enige echte klokkenluider van het Scheveningse gevangenisziekenhuis. Op 31 mei werd mijn melding erkend door de voorzitter, oprichter, expertgroep klokkenluiders. En door de bijzonder vertrouwenspersoon voor justitieklokkenluiders in dienst van het ministerie van JMV. Die dus met de SG om de tafel zit. Ik werd erkend door die twee. Dat is niet mis. En dan kan de advocaat wel zeggen, dat doet me pijn om dat zomaar te downplayen. Ik ben een klokkenluider en er zijn verschrikkelijke misstanden gebeurd en ambtsmisdrijven zijn afgedekt door justitie. De Centrale Raad gaat het vonnis van de Haagse rechtbank vernietigen of gegrond verklaren. De 3 rechters van de Haagse rechtbank hadden uit de verklaringen van mijn collega's kunnen opmaken wie er de schuld had aan de verstoren verhoudingen. Dat is degene die verantwoordelijk is voor de angst, doofpot en afrekencultuur. Het ministerie van JNV aan de Turfmarkt 147. Dat is namelijk hun stijl. Mijn collega's en ik hebben op alle deuren en loketten van de overheid geklopt. Wij wilden geholpen worden, want er was en is sprake van misstanden. Ik mag niet meer is zeggen, was sprake van misstanden op onze werkvloer. Ik was niet eens de eerste melder. Dat was in november 2017. En ik volgde in december 2017. Wij, het personeel dat 24/7 klaarstaan en stonden om diensten te draaien op het belangrijkste gevangeniscomplex ter wereld, werden echter structureel genegeerd, gekleineerd en geïntimideerd. Mijn collega's en ik werden tussen 2017 en tot 2022 nooit serieus genomen. Negeren van noodsignalen, dat is een terugkerende factor. De premier van dit land zegt dat klokkenluiders op alle mogelijke manieren beschermd worden, maar het tegendeel is waar. Klokkenluiders verliezen hun baan en huis en haard. Klokkenluiders worden de mond gesnoerd en gecriminaliseerd. Dan heb ik een stukje over de gedragscode van DEI. Volgens de gedragscode van DEI kan je wegens het verstrekken van onjuiste informatie ontslagen worden. Op bladzijde 13 staat er dan een citaat. Betrouwbaarheid bevordert de kwaliteit van het werk, de veiligheid en de werksfeer. Daarin speel jij een grote rol door altijd de juiste personen op de juiste wijze te informeren. Het opzettelijk verstrekken van onjuiste of gemanipuleerde informatie wordt niet getolereerd. Evenals het opzettelijk verzwijgen van informatie waarvan je redelijkerwijs kunt aannemen dat die voor een collega of de dienst belangrijk is. Dat is een quote. Ik noem nu enkele personen op die foutieve informatie over mij, onder andere over mij, hebben verstrekt. Ja, hoe creëer je verstoren verhoudingen? Op 13 juni 2017 zeggen meer dan 20 PJW'ers het vertrouwen op in augustus 2017
Afdelingshoofd verstrekte onjuiste informatie over mij in een rapport over een vermeend incident. En dat rapport werd vervolgens anderhalf jaar buiten mijn gezichtsveld gehouden. Ik heb er altijd om gevraagd. Ik kreeg het niet te zien. Ik kreeg het pas nadat was opgestapt. Een nieuwe baan zocht hij. Hij moest weg. Want niemand, hij was uitgekotst. Een gevaar voor personeel en gedetineerden. Sorry, ik heb best nog vaak gelachen om deze man. Maar hij was, ik vond het een toffe peer, maar hij was ongeschikt om in de gevangenis te werken. Helaas. Want ik heb ook nog vaak om gelachen. Dat moet ik toch wel zeggen. Onjuiste informatie. JCVZ-directeur zei op 7 september op het hoofdkantoor dat door de PIW'ers was afgeslacht. En dat was zo. Er werd gehuild, er werd ook geapplaudisseerd. Het was een bizarre bijeenkomst. En dat was echt zo. Januari 2018, vestigingsdirecteur verstrekte onjuiste informatie middels een vertrouwelijke e-mail over mij aan de centrale vertrouwenspersoon Integriteit, mevrouw. En later heeft hij op het hoofdkantoor verklaard dat dat een fout van hem was. Wat hij over mij had beweerd, klopte niet. Naderhand ging hij zeggen dat de centrale vertrouwenspersoon Integriteit niet integer was. Best wel apart, toch? En ik heb de bewijzen in mijn bezit. Dus als het... Oké, excuus. December 2018. Directeur verstrekt onjuiste informatie over mij. Onder andere aan het SSC DEI. Hij ging tevens op de stoel van de bedrijfsarts zitten en wilde mij naar een psychiater en psycholoog sturen. Dat kan hij, maar het is een in bezwaar ben ik gegaan en dat is gegrond verklaard. Want meneer is geen arts. Maart 2018 tot en met februari 2019. Case manager. Zij heeft onjuiste UWV-evaluaties over mij opgemaakt. Zij adviseerde mij in 2018 zelfs om ontslag te nemen. 24 september 2018. Mediator. UBR-collega, kantoorgenoot van. Vroeg waarom ik mijn biezen niet pakte en hoeveel geld ik wilde hebben. Dat was een man die niet eens het predicaat mediator onder zijn functie had staan. Maar hoeveel geld wil je hebben? Hij heeft het echt gezegd. DEI ontkent het. Maar ik zat erbij, want ik heb het gehoord en ik heb bewijzen. Mei 2019, HR-adviseur vanaf 3 augustus 2017 als eerste betrokken bij mijn dossier. Verstrekt onjuiste informatie over mij aan het UWV. Vind je het gek, verstoorde? Vind je het gek dat je dan een beetje sikkeneurig wordt? Constant informatie, onjuiste informatie over je wordt verstrekt door zogenaamde eerlijke DEI-mensen. Dan mag je toch wel eens van boos worden. Maar de verstoorde verhoudingen zijn niet door mij, dat is een creatie van DEI, JNV. November 2019, de inspectie JNV moest de onderburen van DEI onderzoeken. Hoofddirecteur van DEI speechte op het afscheid van inspecteur-generaal van IJNV. Nou, dat is dus totaal niet onafhankelijk. De inspectie Justitie en Veiligheid sjoemelde met een rapport over het gevangenisziekenhuis. Dat is nogal wat ik hier beweer, maar het is aantoonbaar. Mijn naam staat in de rapportbrief van hoofdinspecteur. Ik werd eervol ontslagen toen het onderzoek nog liep. Het rapport van deugt niet. Hij liet cruciale informatie weg over het belangrijkste gevangenisziekenhuis van Nederland. De buren van de United Nations Detention Unit. Meer dan 10 artsen en verpleegkundigen dienden een klacht in nadat dit rapport was verschenen. Januari 2020, dat was in maart, maar in januari 2020, hoofdinspecteur-directeur verstrekt onjuiste informatie over het JCVZ aan plaatsvervangend secretaris-generaal. En zij was tot en met 1 mei 2022 de hoofddirecteur van DEI. Inspecteur-generaal van de inspectie JNV deed 7 maanden over het afhandelen van deze klacht, onder andere door een van mijn getuigen ingediend. Hij deed er 7 maanden over. Vervolgens, die klachtafhandeling deugde ook niet. Die deugde ook niet. Mijn getuigen beaamt het knikkend. In oktober 2020 heeft hij gewoon, er is een persbericht, ANP-persbericht, naar buiten gebracht door de NVJ. Maar het deugt niet. En ja, dan ben ik de man om... Oké, even kijken. Hij stopte cruciale informatie in de doofpot. Juni 2019. Hoofdverpleging JCVZ schrijft dat zij de minister, de IGJ en de familie onjuist hebben geïnformeerd in zaken het overlijden van patiënt B op afdeling Oost. Het hele schimmige interne geheime onderzoek verdwijnt in de doofpot. De directie, hier ook aanwezig, vergeet de camerabeelden veilig te stellen. Later dat jaar wordt er een verpleegkundige als zondebok opgeofferd. Deed samen met divisie, ik zeg het toch een actueel ding, omdat ik hiermee wil kenbaar maken hoe ver ze gaan. De deed samen met aangifte tegen mij bij de politie, bij de recherche tegen mij, waardoor ik op 8 maart 2022 door een arrestatieteam uit mijn bed werd gehaald en ik ben in de Rotterdamse gevangenis geplaatst. De klokkenluider werd gearresteerd. En dat klopt toch,
Kan jij zeggen dat het onderzoek naar die overleden gedetineerde niet helemaal lekker is verlopen? Nee, het is niet helemaal goed gegaan, nee. Dat zijn, van de 9 personeelsleden die dienst hadden die avond, zijn er 5 gehoord. 4 niet. En dus geen terdege onderzoek. Nee, en de directie vergat de camerabeelden. Ja, dat gebeurde internationaal ook nog wel in andere landen. Ik beland in de gevangenis. Ik wil weer voor het ministerie van Justitie werken. De rotte appels, onder andere moeten worden aangepakt en strafrechtelijk worden vervolgd. Ik kan en zou vandaag al willen beginnen met de grote schoonmaak bij Justitie. Ik ben heel gemotiveerd om de corruptie aan te pakken. En dat meen ik echt. Ik ben heel goed. Ik heb heel veel ontdekt. De Scheveningse gevangenisdirectie, de hoofddirectie en de ministers lieten het gevangenispersoneel en de gedetineerden in de steek. Jarenlang heeft men alle noodsignalen genegeerd. Er vielen doden en gewonden en de waarheid kwam nooit naar buiten. Talloze verpleegkundigen en doktoren van het gevangenisziekenhuis zijn opgestapt, omdat het werken hun onmogelijk werd gemaakt. Er werden onderzoeken opgestart, maar de misstanden werden bewust niet in het eindrapport vermeld. En ook niet dat het, dat is nog het ergste, er wordt maar gezegd dat het de onderlaag is die een melding hebben gedaan. Maar wat de IGJ en de inspectie JFW zijn bewust vergeten, dat 3 van de 6 artsen melding hebben gedaan. En de hoogste medische man, de directeur somatische zorg. Het wordt niet vermeld in het eindrapport. Ik werd als klokkenluider genegeerd, vernederd, gekleineerd en uiteindelijk eervol ontslagen terwijl het UWV een loonsanctie en ontslagverbod aan de werkgever had opgelegd. Ik mocht niet eens ontslagen worden. Mijn collega's en ik zagen het misgaan. Wij kwamen op voor onze patiënten en voor onszelf en onze eigen collega's, bange collega's. Het hoofdkantoor en de minister sloten de ogen en lieten ons barsten. Er is ons en mij groot onrecht aangedaan. En ook nu is het altijd van, je wil dat het weer werkbaar wordt. Dat je niet met een bol, dat je met hartkloppingen hier zit. Ik ben heel blij met mijn getuigen. Ik had het niet fantastisch eigenlijk. Graag zou ik van de, ik weet niet of ik hier, of ik dat mag eisen of wensen voor jullie verzoeken. Graag zou ik van de CRVB op al mijn op- en aanmerkingen met betrekking tot mijn aanvullende gronden van bezwaar van 30 april 2022 een uitgebreide motivatie krijgen. Gebeurt dat zo of niet? Op mijn stuk dat ik heb ingediend bij jullie? U krijgt uiteindelijk een uitspraak met een oordeel over uw hoge beroep. Oké. Okay. Ja, nou ja. Mijn vraag is, u wilt toch ook dat de problematiek op het belangrijkste gevangeniscomplex ter wereld wordt aangepakt? Er is gefraudeerd, dat is nogal wat, hè, wat ik heb beweer, maar er is echt gefraudeerd door de zogenaamde eerlijke mensen. En het personeel en de gedetineerden zijn jarenlang in de steek gelaten. 3 Haagse rechters vonden het terecht dat een erkende klokkenluider werd ontslagen. Mijns inziens zijn zij, de 3 rechters, in gebreken gebleven. Zij hadden onderzoek moeten gelasten. Ik wens u veel wijsheid toe bij het beoordelen van deze zaak en uitspraak en ik dank u voor uw aandacht. Goed, dan sluit ik het onderzoek. Wij gaan over de zaak nadenken. Uitspraak doen we over 6 weken, dat is op donderdag 23 juni. Ik zeg er wel bij dat betekent dat dan om 9:30 ochtends in een van de zalen het dictum wordt uitgesproken. Maar ook niet meer dan dat. Dus daar wordt verder niet een toelichting op gegeven. Het is niet nodig dat u daarvoor hier naartoe komt. Maar het kan wel. Het kan wel. 23 juni om? 9:30. 9:30, oké. Maar u krijgt dan alleen te horen of het hoge beroep wel of niet slaagt. Daar komt eigenlijk wat meer. En niet zo over de motivering. De volledige uitspraak die wordt u zelf vandaag maar toegezonden. Oké. Dank u wel. Ja. Dank voor uw komst en voor de gegeven toelichting.